deze oefeningen te doen. Bezig hoor. Echt, ik ben echt trots op je hoor. Smakelijk eten! Broodje eentje kip. Smakelijk eten! Let's see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, hi lieve tatties. Welkom bij een nieuwe vlog. Video. Komt dat vandaan dat bij jou? Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En we zijn bij Aventuria. Aventuria. Hier eens kijken. Even kijken voor de eerste keer. Hier een vogeltje. Zie je helemaal niks. Nee. Dat is een beetje moeilijk van zien. Huh? Komt ie weer. Wat is dat? Komt ie weer. Wat is dit? Morgen. Die tanden zijn geel en oranje gewoon. Wat is dat voor beest? Wat is dat voor gek ding? Hij hangt ook echt zo te chillen van. Hij is gewoon dood. Ja, dat zijn wel. Lijkt iets meer op een knuffeltje. Wat is dat nou voor geks? Hé? Wat is dat nou voor geks? Dan een beestje. Komt er nou uit? Komt er nou uit? Hallo. Hi. We hebben een connectie hier hoor. Ah, hallo. Ah. Hallo. Hallo. Met schapie. Knuffelen met het schapie. Ja. Hier de tafel. Goed hoor, hé. Goed hoor, hé. Deze oefeningen te doen. Bezig hoor. Ik ben echt trots op je hoor. Ja, terwijl René even lekker de oefeningen doet. Want wij zijn ook zo impulsief als ik weet niet waar. We zitten film te kijken. En toen dacht ze ineens van eigenlijk hebben we best honger. En toen dacht ze ook nog van, oh ja, ik moet ook nog mijn oefeningen doen. Dus zij is nou de oefeningen aan het doen. En ik maak gewoon eventjes een broodje hete kip. Dus en dan kijken we zo meteen de film wel eraf. Ja toch? En dan gaan we morgen de koffers vullen en wegen. Want we moeten natuurlijk wel weten of dat we niet te veel in de koffer gaan doen. En dat alles... alles, hè? Oh ja, dat moest ik wel doen. Ga weg. En dat alles gewoon goed verdeeld is. Nou, Jessie ligt lekker te slapen. Kunnen we hier zien. Gaat het goed? Dus ja, broodje heet kip. Kijk, je hebt kipduifiletjes van 1, 2, 3. Kipduifiletjes. Super lekker van de Turkse slager. En groene peper, die doen we er gewoon bij. En die doen we dan lekker bakken met B-cel. En ik denk dat we een beetje van deze bij gaan doen vandaag. En deze hebben we ook nog. Dat is nog weer een beetje om. Ja, er zit geen bieslook meer in, maar een mix van peper, peterselie en een beetje zout. Dus ja, super lekker. Kijk, ze gaan bij jullie. Ja, ik heb vandaag ook al 3,5 uur gesport, dus we zijn goed bezig met steeds.
goede 10 minuten op een heel hoog vuur. Lekker bakken. Hé, hey, schatje. Hé, hey, poepie. Ik ga jou challengen. Ga je mij challengen? Ja. Oh, jezus. Ja. Wat dan? Wie denk je dat er het meest spicy kan eten? Jij. Ik. Wat als ik nou 3 gerechtjes maak? En oh, mo. Wie denk je dat er het beste Mo's lucht kan verdragen? Jij. Wat als ik nou 3 gerechtjes maak en de een is nog pikanter dan de ander? Dan kijken we wie er als eerste opgeeft. Nu? Vandaag? Nee, niet nu. Oh. Dan ga ik rabiet halen, dat is gewoon de peper. Maar dat doen we wel nadat we echt iets gegeten hebben, anders hebben we gewoon geen smaakpillen meer over. Dat kan. Ja, met een goede glas melk en wat yoghurt kom je al een heel eind. Maar dan doe ik rabiet en dan chili en Madame Jeannette. Madame Jeannette klinkt heel heet. Ja, dat is wel een van de, is volgens mij de 2 na pittigste of zo van de hele wereld. Maar dus die hebben hier in de vriezer liggen, daar kook ik heel vaak mee. Alleen, ja, heel mild, zeg maar. Dit wordt leuk, jongens, dit wordt leuk. We gaan de brandje back challenge doen. Dan beginnen we met een, oh, dat is ook leuk. Dan beginnen we wel met een lepel wasabi. Theelepel mag ik kopen. Ja, nou, dat is nog genoeg. Ja, maar gewoon een achterkantje van een lepel. Nee, niet een achterkantje. We gaan niet. Je weet wat ik wil zeggen, hè? Oh. Gast. Nee. Doe normaal, hoor. Oh, sorry. Ik kwam naar voren. Ik wilde je geen gebroken neus slaan, hoor. Ik eet je haar van je kop, hoor. Nou, er zit toch niet zo heel veel meer. Dus smakelijk eten. Ga verder met de kip. Is al klaar? Oh. Pak het dan. Ja, maar de brood. Ik ben echt sloom. Ja, maar de brood. Nou, ga je kappen nou, hoor. Hé. Hey. De broodjes zijn toch nog niet klaar? Zitten die allemaal open? Ja. Oké. Okay. Als ik op jou moest wachten, dan. Ja, jij denkt dat ze er zelf in kruipen. Ja, doen ze altijd. Ja. Kom, dan zetten we de film aan. Nee. Ja, hallo, wat gaan we doen? Broodjes klaar. Pak die camera. Haal het broodjes eruit, zetten we de oven uit. Wat goed van jou. Kan je echt goed. Ja. Het is niet meer zoals vroeger. Vroeger. Kijk, pak je een broodmes. Oh, pak mijn broodmes. Ja. Oh. Dan snij je broodsnij open. Zo, dat deed soepel. Ja. Hatsifilatsi. Snij zo. Hup, omdraaien. Hatsifilatsi. Zo snij je een broodje. Ja, je weet zelf, broodje over de helft. Ik vind jou wel heel lief. Oh, maar, ik jou ook nog. Ja, als je me geen gast noemt tenminste. Zo, dan hebben we de broodjes. Oh. Fijn dat Mojo weer geluid kon maken. Nou, dan doen we gewoon 1 broodje. Een beetje sla zo, een beetje. Sla. Ja, dan heb ik ook nog een tip voor sla. Als je dan tip zo, van Flip. Ja, tip van Flip. Als je een kropje hebt, zeg maar, dit rood, dat is altijd gewoon, dat is een beetje, ja, bacterie. En zo, want dat leeft natuurlijk. En als je dat gewoon wegsnijdt, dan snij je het, zeg maar, weer vers. Dus dan blijft hij langer goed. Oké. Okay. Dus gewoon even dat rode eraf. En hier ook, als het kan. Zo. En dan doen we weer terug in het zakje. Even voor het bewaren. Dat is natuurlijk sneller. Of sneller, blijft gewoon goed. Het enige slechte hieraan is het brood, eigenlijk. Ja. Maar ook dat mocht ik niet al te vaak. Oh, maar brood. Wel eens. Brood.
Brood, ja, brood. Broodje. 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 Nou, we hebben een lekker broodje kip gemaakt vanavond. Lekker broodje kip met pepers. Oké, het is tijd dat ik hem ga afzetten. En een klein beetje champignons erop. Oké, snel maar gewoon weggaan hier, want het gaat niet goed lekker. Nou, en dan pak je zo de andere kant van het broodje. En lekker dan zo schuin wat naar boven. Want het ziet er heel mooi uit. Smakelijk eten! Broodje heet je kip. Smakelijk eten! Zo, goedemorgen! Hoi! Het is tijd om na een half jaar weer eens naar de kapper te kunnen. Dus, ja. Fucking hell, het is echt nodig. Dus, ik ga er vandoor. Ja, succes! Ja. Zie je zo! Tot straks. Ik ben weer klaar. Vind je ervan? Ja, mooi. Jeetje, wat een verschil. Mooie kleur weer, hè? Ja, heel mooi. Ja, gewoon uitgroeien meer. Dat kennen ze wel. Nee. Dat kennen ze wel. Amies kapper. Door Irisje. Ja, weer blij mee. What's the temperature? 37,1. Dat is mooi. Het is weer netjes. Het is zover, we gaan de koffers inpakken. Koffers tegen tafel. We gaan even pre-preppen. Even pre-preppen. Ja, ja toch? De koffers tegen tafel. Liggen hier, oh die spullen van Jessie liggen ook allemaal daar. Ik heb daar. Al het een en ander gepakt, nog niet alles. Ja. Dus dit moet allemaal mee. En dit zo. En je kan het niet laten. Hè? Ik moet ergens nog even een mail hebben. Nou, wat wel is. Leuk. Wat wel is, is dat we eigenlijk te weinig luiers hebben, maar. We moeten de luiers gewoon even apart meten, ook, dat we op zijn minst een dubbele meenemen. Want luiers zijn ongeveer 56 in een pak. Ja. En dan hebben we wel genoeg voor 6 dagen. Ik denk het ook. En zijn zwembad niet vergeten. Nee. I just wanna see where your love can take me when I'm with you.